I believe that I can stand at the front of you. En ik geloof dat ik hier kan staan. It's only because of God's grace. Dat is vanwege Gods genade. Because 30 years ago my life was completely different. Want 30 jaar geleden was mijn leven compleet anders. I grew up in a Buddhist family. Ik groeide op in een boeddhistische familie. So I am the fourth child of 5 siblings. En ik ben de vierde van 5 broers en zussen. So we are from the poor family. We live in the simple house, just a small house, 4 meters times 5 meters. En we leefden in een heel arme omgeving in een klein huis van 4 bij 5 meter. So there is no electricity like this. En er was geen elektriciteit zoals we hier hebben. So every night. Dus iedere avond. We sleep in darkness. Sliepen we in het donker. 7 people. En 7 mensen. Just sleeping on the floor. Hadden 1 vloer samen. So when I was child. Dus toen ik een kind was. I know the test of hunger. Toen wist ik ook wat het was om honger te zijn, hongerig te zijn. Often, for so many times, I went bed with empty stomach. En zo vaak ging ik naar bed zonder met een lege maag. Because my parents could not provide for the food. Omdat mijn ouders niet voor voedsel in voedsel konden voorzien. When I was 7 years old. En toen ik 7 jaar oud was. I was abused by the absence of father. Toen was ik misbruikt in de afwezigheid van een vader. Because my father decided to leave my family. Want mijn vader heeft besloten om onze familie achter zich te laten. So it was so hurt for me. It's and, so many pain in my life. En er was zoveel pijn in mijn leven. Because I never heard omdat the nooit, word of love from my parents. Omdat ik nooit woorden van liefde heb gehoord van mijn ouders. I never heard the word of love from my father because he left me. En ik hoorde nooit die woorden van mijn vader, want hij heeft me verlaten. And also I never heard the word of love from my mom. En ik heb nooit woorden van liefde van mijn moeder gehoord. It's not because of she's bad. Het is niet omdat zij slecht is. But I know that she struggled to raise our 5 children and how to provide for the food. Want ik weet dat ze zoveel haar best heeft gedaan en moeite had om voor ons ons te voorzien in voedsel. Yeah, so if you see me like today, so it's because that I don't want to throw away the food. En omdat je ziet zoals ik vandaag de dag ben, is omdat ik er niet van hou om eten weg te gooien. That's why my body like this. Daarom zie ik er zo uit vandaag. So, when I was 8 years old. En toen ik 8 jaar oud was. I thanks God. Ik dank God. He opened the way, omdat hij toen een deur opende. So I can join Compassion Project through the local church. Omdat ik in een Compassion Project terecht kwam door de lokale kerk. So, when I joined the project. En toen ik een deel werd van het project. I had to wait for 1 year. Moest ik een jaar lang wachten voordat er een sponsor voor mij gevonden was. I saw that my friends, my younger brother directly got sponsor. En ik zag dat mijn vrienden en ook mijn jonge broertje direct een sponsor had gekregen. But not me. Maar ik niet. And finally I got a first sponsor. En dan uiteindelijk kreeg ik een eerste sponsor. He is from US. Hij kwam uit de Verenigde Staten. And I always expect that I will hear the word of love. En from my sponsor. Ik verwachtte altijd dat ik van hem liefde zou kunnen ontvangen van mijn sponsor. But it was never happened. Maar dat gebeurde nooit. Because he decided to leave me after some months. Omdat hij mij uiteindelijk omdat hij gestopt was met mij te sponsoren na een paar maanden. I had to wait for another sponsor. En toen moest ik wachten op een nieuwe sponsor. Finally I got the second sponsor. En uiteindelijk kwam er een tweede. They are from US. Ook uit de Verenigde Staten. But it's happened again. They left me. Opnieuw gebeurde het. Hij stopte weer met sponsoren. I thought that it was my difficult time. En ik dacht dat het voor mij was een hele moeilijke tijd. Because I feel rejection. Want ik voelde afwijzing. For the second time. Voor de tweede keer. And I thought at that time I was too ugly. En op dat moment ik dacht dat het was omdat ik te lelijk was. I am not handsome as my brother. En ik ben niet zo knap als mijn broer. Or other friends. Of als andere vrienden. And sometimes. En soms. My friends also bullying me by saying yes you were too ugly. So there was no one from abroad. Wants to sponsor me. En soms plaagden mijn vrienden mij. Ze zeiden, ja, je bent inderdaad te lelijk. Daarom wil niemand uit het buitenland jou sponsoren. The word of ugly is so hurt for me. En het woord lelijk is zoiets wat zoiets groots geworden voor mij. For so long time I heard the word of ugly in my mind. Heeft zo lang in mijn denken gehangen. Zo'n lange periode. So it's make me become the child without. En uiteindelijk heeft het mij dat kind gemaakt zonder dat ik echt zekerheid had. I know the word of ugly is a lie. En ik weet dat het een leugen is. And for so many time, the lie is hurt. En zo vaak heeft die leugen toch pijn gedaan. And then finally, I got a third sponsor. En uiteindelijk kreeg ik een derde sponsor. When I heard about that, I feel not excited anymore. En toen ik daarover hoorde, toen was ik niet zo blij meer. Because I just thinking that, okay, probably they will sponsor me for a couple months and then they will go. En dus ik dacht, ja, dan zullen waarschijnlijk zal deze persoon ook alweer na een aantal maanden stoppen met sponsoren. But what I
thought was never happened. Maar wat, thanks God. Ik ben God dankbaar dat wat ik vreesde nooit gebeurd is. Because Dave and Tracy Nichols, they are really most special sponsor for me. Want dat was het meest bijzondere wat ik kon krijgen, zo'n bijzondere sponsor. They send many words of encouragement. En ze hebben zoveel brieven geschreven vol bemoediging. They send the word of love. En zoveel liefde door de brieven. They send the word of love. En zoveel woorden van liefde. They send the word of hope. En ze schreven hoop. Through the letters. Door die brieven heen. I still remember in one letter. En ik weet nog in één brief schreven ze. They told me that they put my picture on the fridge in the kitchen. Dat ze op de koelkast een foto van mij hebben gehangen. And sometimes the doctor took my picture and kissed it. En dat soms die dochter die foto pakte en een kus gaf. When I read all of them, I feel so special. En toen ik dat las, voelde ik me zo speciaal. Because I know that someone cares about me. Want ik weet dat er iemand is die om mij gaf. On the letter, they told me that you are handsome boy, you are smart boy, you are precious in God's eye. En in die letter schreven ze dat ik knap ben en dat ik kostbaar ben en ook in Gods ogen bijzonder ben. And so many words of life. Zoveel woorden van leven. So I became the person who had self-confidence. Dus ik begon een man te worden die wat meer zekerheid had. So at the end of the letter. En aan het eind van de brief. They told me that. Schreven ze altijd. Erlan, we love you very much. Er staat Erlan, we houden heel veel van je. And they gave me John 3:16. Ze schreven erbij Johannes 3 vers 16. How God loves the world. Hoe God houdt van de wereld. And then they said to me that just like we love you. En ze schreven net zoals God wij van jou houden. You because of who you are. Houdt God van jou vanwege wie jij bent. I know that the word of God is the truth. En ik weet dat Gods woord de waarheid is. And the truth will set you free. En de waarheid zet je vrij. Through the letter. Door de brieven. I accepted Jesus Christ. Heb ik Jezus kunnen aannemen. I became Christian. En ben ik christen geworden. So since that moment. En sinds dat moment. I have so many benefits. Heb ik zoveel voordelen mogen ontvangen. From Compassion Project. Via de projecten van Compassion. I don't need to worry to go to school. Ik hoef me geen zorgen meer te maken om Because naar school te gaan. They will pay for my school. Want ze betaalden voor mijn school. I don't need to worry for my uniform, shoes or any food. En ik hoefde geen zorgen te maken over mijn uniform of mijn schoenen of wat dan ook. It's also made decrease the burden in my mom. Het heeft ook de last voor mijn moeder heel erg afdoen nemen. So I told you there are so many benefits from Compassion Project. Dus er zijn zoveel mooie dingen die het mij hebben gegeven in But het are two most important things. Maar er zijn twee belangrijkste dingen. The first thing. De eerste. Through Compassion Project and local church and through sponsor letter, I became Christian. Dat ik christen ben geworden dankzij Compassion Project en dankzij de sponsorbrieven. I know Jesus Christ. Ik heb Jezus leren kennen. Through the project. Door dat project heen. And then the second thing. En het tweede. I'm falling in love with a girl in the same project. Dat is ook dat ik verliefd werd op een meisje in hetzelfde project. So we married 8 years ago. 8 jaar geleden zijn we getrouwd. And now we have one daughter. En nu hebben we één dochter. Her name is Lovely Praise. En haar naam is Lovely Praise. Because we believe that he will be a praise for God. Want wij geloven dat ze God eert. And I will have a plan to have another baby. En ik bereid me ook nog voor I will een give kind. The name worship. En de naam wordt worship. So every time I go, I will bring praise and worship Elke with me. Elke keer dat ik praise and worship met me meeneem. So, brother and sister. Dus iedereen. There are so many huge needs. Er zijn in zoveel the world. Grote noden in deze wereld. So, as a sponsor child. En als sponsorkind. We always have two dreams. Hadden we altijd twee dromen. My wife and I, we have two dreams. Mijn vrouw en ik hebben twee dromen. The first dream. De eerste droom. I will never ever send my children to Compassion Project. Dat is dat ik nooit mijn kinderen in een Compassion Project zal sturen. It's not because Compassion Project was bad. Niet omdat het project slecht is. But I can raise my own children. Maar het my is own. Omdat ik nu de mogelijkheid heb om mijn eigen kinderen zelf op te voeden. We don't need any support from others. We hebben geen support meer nodig van andere mensen. And then the second. En het tweede. As a family, als gezin, we want to sponsoring a child. Willen wij een kind sponsoren? And now I'm living in the dream. En nu leef ik die droom. My dream has come true. Mijn droom is waar. Because I don't need to send my children to Compassion Project. Want ik moet mijn kinderen niet meer sturen naar Compassion and Project. And also, we as a family now we sponsoring a child in North Sumatra Island in en Indonesia. En ook kunnen wij als familie zelf een kind sponsoren in North Sumatra in Indonesië. So brother and sister, I would like to encourage you now. Dus ik wil je bemoedigen. So the need is so huge in the world. Dat de nood is zo groot. There are 17,000 children below 5 years old die every day. En er zijn 17.000 kinderen onder de 5 jaar die iedere dag sterven. And in my country. En in mijn land. In Indonesië. In Indonesië. There are 50 kids die every hour. Er zijn 50 kinderen die elk uur sterven. So during this service 2 hours, it means that there are 100 children
die. Dus dat is dat het, tegen het eind van deze dienst bijna dat er 100 kinderen gestorven zijn. Because they don't have a choice. Omdat zij niet de keuze hebben. So poverty is suck. En armoede is zo erg. So I would like to encourage you two things. Dus ik wil je bemoedigen met twee dingen. The first thing. Het eerste. So if you already sponsoring a child. Als je ons kind sponsort. Use the letter. Gebruik die brieven. To speak the word of life. Om woorden van leven te spreken. To speak the word of love. Om woorden van liefde te spreken. To speak the word of hope. En om woorden van hoop te spreken. Because each child Want should be known. Zou moeten love weten wat leven and protect is en bescherming heeft. And then the second. En het tweede. If you already sponsoring a als je child, al een kind sponsort. If you have capability, if you have if you are able. Als jij de mogelijkheid hebt. Why don't you sponsoring another child? Waarom sponsor je niet nog een kind? Two child, misschien child, nog twee five, kinderen of vijf children. Kinderen. Because on John 15 verse 16 Want in Johannes 15 vers 16 zegt. God has chose you jou gekozen and appointed you en aangewezen heeft to bear fruit om vrucht te dragen and to glorify his en om zijn naam eer te geven. You are called jij bent geroepen to change the world om de wereld te veranderen sponsoring the door het sponsoren van een kind. And I believe en ik geloof that God chose you dat God je gekozen not only heeft bear one fruit, niet alleen maar om één vrucht te dragen but to bearing maar om meer good fruit and much om goede vrucht te dragen en veel vrucht. Thank you so much. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Wauw. Bent. Hey, je hoort er niet bij. Door jou gaat alles mis. Ik vind je mooi. Goedemiddag allemaal. Nou, daar sta je dan. Wat een indrukwekkend verhaal, hè, van Erlan. Ja, het is zo'n geweldige gozer. Ik ken hem 11 jaar inmiddels. En als je zijn verhaal hoort, dan raakt het je weer. Want woorden die uitgesproken worden, of die niet worden uitgesproken, hebben immense kracht. Woorden die in jouw leven zijn uitgesproken of niet zijn uitgesproken, hebben enorme kracht. En of je het nou wil of niet, of je er ook in gelooft of niet, ze hebben immense kracht. Gewoon dat hij op een gegeven moment ging geloven dat hij gewoon te lelijk was en daarom dat er geen sponsor was die hem wilde hebben. Het is best logisch. Ik snap er iets van in de zin van, we denken soms zo snel negatief over onszelf. Of over een ander. We hebben zo snel de mening klaar over onszelf. Woorden hebben immense kracht. Zelfs woorden uit je kinderjaren kunnen nu nog steeds mega impact hebben in jouw leven. En nogmaals, niet alleen de woorden die zijn uitgesproken, maar ook de woorden.
En die uitgesproken hadden moeten worden. Dus ook woorden die niet uitgesproken zijn, hebben nog steeds impact. En papa wil gewoon heel graag vandaag daar ook een eind aan maken. Ook in jouw leven, in mijn leven. God wil zo graag dat we gaan pakken en gaan voelen, gaan ervaren wie we daadwerkelijk zijn. Dat we geliefd zijn. Weet je, en woorden hebben zo'n impact. Ik merk dat gewoon ook in mijn eigen leven. Ik merk dat ook bij in mijn gezinnetje. Ik ben vader van 2 dochters. De oudste is nu 20, de jongste is 18. Mijn oudste dochter is echt een modepopje. Dat ligt niet aan mij, hè, dat die steeds uitgaat. Hè? Zal ik een andere microfoon of gewoon doorgaan? Hoger, beter pakken? Oké, dankjewel. Weet je, zij is echt een modepopje. En zij doet soms 3 keer per dag omkleden. En iedere keer moet ik eigenlijk daar ook over zeggen, wat zie je er mooi uit, lieverd. Weet je, en niet bij de ene keer het laten, maar gewoon iedere keer gewoon de bevestiging geven, lieverd, wat zie je er mooi uit. En dat is gewoon nodig. Als dochter is het gewoon nodig dat je vader dat tegen je dochter zegt. Tegen je kind zegt. Want woorden hebben kracht. En soms is het ook wel eens zo dat ze een oranje jurkje aantrekt. Of iets oranjes wat niet echt mijn kleur is. En dan ziet ze gewoon aan mijn snuffert dat ik het eigenlijk iets minder leuk vind. En dan baal ik daarvan, want dat zie ik dan weer in haar. Maar ja, over liegen wil je dan ook weer niet. Dus nou, best ingewikkeld vader zijn soms. Hoe doe je dat dan? Maar woorden hebben kracht. Immense kracht. En vroeger, toen ik een jaar of 12 was, had ik immens veel puisten. En ik werd in de klas altijd grintegel genoemd. Ja, best wel zielig. Weet je, klerenziel werd heel rijk van mij, want ik was altijd maar met die puisten bezig. Weet je, en zelfs het woord grintegel nu, daar is een bepaalde lading gewoon nu bij mij, gewoon fysiek. Weet je, als ik nu iemand een ander grintegel zou horen zeggen, die trek ik over de tafel. Omdat daar wordt er iets getriggerd in mij, van oh, dat mag je niet zeggen, weet je, dat is echt no way. Weet je, dat is de kracht van woorden. Weet je, het verhaal van Erlan, we hebben Compassion Sunday vandaag, staat niet op zichzelf. Armoede is in diepste zin niet het ontbreken van eten, van drinken of bepaalde omstandigheden. Maar in diepste zin is armoede, mag ik het zo zeggen, een vloek van de boze die zegt, jij bent niks waard. Geef maar op. Weet je, het wordt niks met jou. Nou, dat staat precies tegenover wat God over jou zegt. Wat Jezus over jou zegt. Want God zegt, ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. Het staat precies tegenovergestelde wat armoede zegt. En weet je wat we gezien hebben in al die jaren onderzoek, ook binnen Compassion. We bestaan nu 65 jaar. Dat kinderen die regelmatig brieven ontvangen, 5 keer beter presteren op school. Wat jij en ik zeggen tegen kinderen ver weg, maar ook tegen je eigen kinderen, heeft direct invloed op dit soort dingen. Dus 5 keer beter dat ze presteren. Ze blijven langer in de projecten en ze hebben betere banen later. Woorden hebben kracht. Ook gewoon in jouw leven. Wat jij zegt over jezelf, of wat jij zegt over een ander, heeft immens veel kracht. Weet je, God schiep nieuwe dingen door het te spreken. En diezelfde kracht die God heeft, ligt in jou en in mij. Ook onze woorden scheppen dingen. Daarom is het belangrijk, wat spreek je uit? En weet je wat zo belangrijk is? Het wordt wel eens vergeleken, hè? Woorden zijn als zaadjes. En als ze geplant worden, dan gaan ze groeien. En wat er in het zaadje zit, dat gaat groeien. Als je een eikel in de grond stopt, dan komt er een eikelboom uit. Doe je
kan niet op dat woord komen. Zonnebloem, dankjewel. Doe je een zonnebloempitje in de grond, dan komt er een zonnebloem uiteindelijk uit. Wat erin zit, gaat eruit komen. En een eikenboom, dat duurt wat langer als een zonnebloem. Maar wat erin zit, komt eruit. Ik merk dat in mijn eigen leven. Een jaar of 15 geleden, als je het hebt over kracht van woorden. Een jaar of 15 geleden, denk ik dat het zo'n beetje is, zag ik op een gegeven moment een preek van Henry Nouwen bij The Hour of Power. Een oudere katholieke priester die iets vertelde wat ik al mijn hele leven hoorde. Ik ben een zoontje van de dominee. Ik heb mijn hele leven al gehoord. Maar hij zei, weet je bent geliefd door God niet om wat je doet of wat je hebt of wat andere mensen over je zeggen, maar je bent geliefd door God om wie je bent. Weet je, dat zijn dingen die ik hier al zo lang wist. Maar misschien ook wel geplant en langzamerhand kwam het naar boven. Ik ben niet wat andere mensen over mij zeggen. Ik werk nu 10 jaar voor Compassion. Soms krijg je even die naam. Oh, dat is een leuke gozer van Compassion. Doet zo'n mooi werk. Al die arme kindjes, bla bla bla. Weet je, dat is niet wie ik ben. Ik ben geliefd doordat Jezus in mij is en in mij woont. Daar zit mijn geliefdheid. Het is niet om wat ik doe. Maar natuurlijk is het zo dat woorden in mensen kracht hebben. En weet je, ik wil maar 1 tekst met jullie delen vanmiddag. En dat is deze tekst. Staat in de Message vertaling in Spreuken. Woorden doden en woorden geven leven. Ze zijn dodelijk of ze zijn vruchtbaar. In het Engels staat er, they're either poison or fruitful. Weet je, woorden, dat heeft zo'n immense kracht. En natuurlijk is het zo dat als jij in een omgeving komt waar veel lelijke woorden gezegd worden, dat je daar angstig van wordt, dat je onzeker wordt. Hè? Dat vertelde Erlan ook. Toen op een gegeven moment zijn vriendjes vertelden, ja, je bent gewoon hartstikke lelijk, daarom wil niemand je sponsoren. Dat doet iets met je. En misschien was het wel bedoeld als een grapje. Nou was het een rotgeintje, maar oké. Weet je, dat heeft kracht. Natuurlijk is het lelijke woorden, dat doet iets naars met je. Maar tegenovergestelde, ik zou zeggen, goddank hebben we ook. Dat op het moment dat je zegt tegen iemand, je ziet er goed uit, je ziet er mooi uit. Je bent lief, ik zie iets in jou. Dat bouwt op. En daarom hebben wij als christen, daarom is het ook zo leuk om een kerk te zijn. Want als je eens een keertje rot voelt, en dat doen we allemaal, ook ik. Dan is het zo heerlijk als je een kerk hebt die jou ziet. En die gewoon de waarheid over jou uitspreekt. Ongeacht je situatie. Natuurlijk, als je rot doet, dan voel je je misschien ook rot. Maar joh, wij zijn met elkaar om juist woorden van kracht en van leven over elkaar uit te mogen spreken. Want die geven of leven of dood. En weet je, natuurlijk zitten we in een maatschappij dat als we domme dingen doen, dan is het heel vaak, joh, eigen schuld, dikke bult. Ja, had je maar niet zo stom moeten zijn. Of weet je, en dan uppakee, komt er nog meer veroordeling overheen ook nog, dan wordt het nog zwaarder. Maar dat is niet de waarheid. De waarheid moeten we leren te spreken. En een van de dingen waarbij je het zelf kunt trainen, is om dingen uit te spreken die God over jou uitspreekt. En die God spreekt over jouw situatie. Ongeacht hoe je je voelt. Want nogmaals, je kunt je soms rot voelen. En er gebeuren zoveel dingen in het leven die gewoon soms zo oneerlijk zijn, die niet goed zijn. En dan heb je nog steeds je mond om de dingen uit te spreken. Want wat zegt God over bepaalde situaties? Nou, ik wil gewoon een paar teksten met je delen. Gewoon heel eventjes je te helpen van hoe kun je leven spreken in je eigen leven. Weet je, Jeremia zegt zo mooi, hè? Ik heb je lief met een eeuwigdurende liefde. Dus God houdt niet van je in een periode dat je eventjes goed bezig bent. Nee, hij zegt, ik heb je lief met een eeuwigdurende liefde. Want anders krijg je zo'n situatie dat je bij wijze van spreken leeft van zonde tot zonde. En nou ja, in de tussentijd
met veel onzekerheid. Nee, Gods liefde is onafhankelijk van wat jij voelt, maar het is zijn liefde. Johannes 14, 1 Johannes 4 zegt dat ook zo mooi, hè? Dat ware liefde is niet jouw liefde voor God, maar Gods liefde voor jou. En dat helpt. Weet je, als je gestruikeld bent en je bent gewoon op je snuffert gegaan en ik sta gewoon voor de spiegel, dan is het zo ontzettend moeilijk om gewoon tegen die spiegel te zeggen, Rick, jij bent een geliefde. Weet je, God heeft je vergeven en hij houdt van je onvoorwaardelijk. Dat voelt zo hypocriet op het moment dat je dat voor de spiegel doet. Maar dat is Gods waarheid. En Gods waarheid, precies wat Erland zei, dat maakt jou vrij. Dus andere teksten die mij ontzettend helpen. Dat vertelde ik net al iets over. Henry Nouwen die vertelt daar eigenlijk altijd over. Van dat over Jezus ook gezegd wordt, hè, toen hij gedoopt werd in de Jordaan. Dat God uit de hemel spreekt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Een paar pagina's verder staat in Johannes 17, staat daar zo mooi, zo met dat God ons lief heeft, net zoals hij zijn zoon lief heeft. Dus wat God zegt over Jezus geldt ook voor jou, geldt ook voor mij. Dat hij dezelfde liefde voor jou en voor mij heeft, zoals hij dat voor zijn zoon Jezus heeft. Weet je, een andere tekst die je heel erg helpt als je je misschien rot voelt en je op zoek bent naar woorden van kracht voor je eigen leven is Romeinen 8. Niets, maar dan ook niets, maar dan ook niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Niets. Weet je, dat zijn teksten die zitten bij mij heel erg voor in mijn geheugen. Dat moet ik vaak tegen mezelf zeggen. Ik heb daar moeite mee. Ik heb daar heel vaak moeite mee om deze waarheid automatisch te laten functioneren in mijn leven. Mooie zin. Ik heb het jaren geleden heb ik een tatoeage geplaatst dat ik op zijn minst één keer per dag, als ik onder de douche sta, dat ik eraan herinnerd word. Dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. En dat ik zijn rechtvaardigheid ben. Weet je, dat heb ik nodig. En weet je, ik kan me haast niet voorstellen dat ik de enige ben die dat nodig heeft. Nou zeg ik niet dat je allemaal morgen naar de tattoo shop moet. Maar wat ik je wel mee wil geven is dat je echt kunt leren spreken zoals God spreekt over jou. En weet je, wat ik net ook al vertelde over de brieven is wat jij zegt heeft impact. En wat jij niet zegt ook. Dus zwijgen voor een spiegel, ja, werkt niet echt. Ja, misschien dat je haar mooi zit, maar het is zo belangrijk. En het voelt awkward om tegen een spiegel te kletsen. Maar joh, zo heeft God ons gewired. Zodat jij en ik kunnen spreken. En weet je, ik heb hier een display neergezet met 12 woorden. Het zijn gewoon 12 woorden. En zometeen achter bij de compassion stand staan nog 2 van die zuilen. Daar staan allemaal woorden in. En ik wil gewoon het even lekker praktisch maken vanmiddag. En ik wil gewoon eigenlijk 2 mensen op het podium zometeen roepen. En daar wil ik gewoon woorden van leven over uitspreken. Over 1 iemand die ik goed ken. Dus dat is wat gemakkelijker. Maar ook iemand die ik gewoon helemaal niet ken. Maar dan kan ik nog altijd Gods woorden over die persoon uitspreken, ondanks dat ik die niet ken. De eerste is Tabitha. Wil je naar boven voren komen? Ik heb het voorrecht gehad dat ik Tabitha mee heb mogen nemen naar Indonesië. En Tabitha, wat een leuk mens ben jij. Ik vind haar ook heel, ik weet niet of ze ertussen zit, brave. Want ze was de enige dame tussen 11 voorgangers, tussen 11 kerels. Dus ik vind in ieder geval sowieso al een stoer mens. Dat je dat gedaan hebt en dat je het aandurfde. Maar oh my goodness, wat ben jij een krachtig mens. En dat is het eerste kaartje wat ik je geef. Ik heb zoveel gezien van kracht in haar. En dan heb ik het niet over stoerigheid. Maar op een gegeven moment had zij haar sponsorkindje Ray. En die is echt, ja, dat is moeilijk voor te stellen. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar gewoon letterlijk van de vuilnisbelt kwam die af. En echt,
ik ben verantwoordelijk, dus wees boos op mij. We zaten nog geen 12 uur later, letterlijk en figuurlijk, in een rollercoaster. In een achtbaan in een supermarkt. Echt bizar voor woorden. En als ik dan zie hoe jij dat deed. En hoe jij als krachtige vrouw, maar ook hoe lief jij was en bent voor Ray. Ik vind het echt geweldig. Dat kind was... Ik mag iets uitlopen nu, dat scheelt. Het was zo bizar. Dat kind, probeer je voor te stellen, weet je. Je bent gewoon 24 uur per dag zit je op een vuilnisbelt. En in de ene keer word je opgehaald door een stelletje blanke gasten. Je wordt in de auto gestopt. Je gaat naar een supermarkt. Een immense nieuwe supermarkt waar bovenin een achtbaan is. Dus dat kind loopt mee. Gaat bij haar in het autootje zitten. En dat kind begint me toch een partij te gillen. De eerste 5 seconden. Nou, het was net of dat kind dacht dat hij dood ging. Nou, ook niet zo heel erg gek natuurlijk. En in ene keer, toen de arm van Tabitha er om me heen ging, smolt en ze heeft hij genoten van Hito Tokyo. Weet je, buiten dat ik jou ontzettend... al heel veel dingen over je gezegd, maar ik vind je ook ontzettend moedig. En ik wil echt over jou uitspreken dat deze moedigheid... is niet van jezelf, maar is van Jezus. Dat is jouw reflectie van Jezus. Dat gaat ontzettend veel mensen, ook hier in Den Haag en omstreken, gewoon echt vet zegenen. Je bent een mooi mens. Dank je. Dus zometeen kunnen jullie het gewoon zelf gaan doen, hè? Zometeen kun je het gewoon zelf gaan doen. En ik wil nu iemand... Ik wil mevrouw daar. Met een witte shirtje, de bril. Wilt u naar voren komen, alstublieft? Ik doe echt lieve dingen. Ja? Ik heb geen idee wie u bent. De reden waarom ik dit dus doe is gewoon een beetje schools misschien. Maar om even voor te doen. Want nogmaals, deze mevrouw ken ik niet, zover als ik weet. Maar ik kan dingen over haar zeggen die God over haar zegt. En dat kunnen we allemaal. Dat kunnen we ook bij de cachère doen morgen. Dat is echt geen enkel probleem. Hij ligt altijd voor de hand als je geliefd geeft. Maar dit is een van de allerbelangrijkste dingen gewoon voor jouw leven. Is dat jij weet, dat je weet, dat je weet dat je geliefd bent door papa. Ongeacht wat er gebeurt. En ongeacht wat jij zegt. Maar je bent geliefd omdat hij Jezus in jou ziet. Dat is wie jij bent. Wat is jouw naam? Hester. Hester. Dat is Hester wie jij bent. Je hebt een prachtige dochter van vader. En ik maak heel vaak een grapje, maar eigenlijk is het geen grapje. Als vader nu, dus als God nu in de Albert Heijn zou staan en hij zou zijn portemonnee trekken, dan zit daar jouw foto in. Zo gek is die op jou. En dat is absoluut... Nee, deze is het. Ik weet niet waarom. Dat ga je zelf maar uitzoeken. Maar je bent integer. Waarom zeg je ja? Ja. Je bent integer. Waarom? Omdat je heel graag wil dat vader zichtbaar wordt. En dat is mooi. Dat maakt jou een mooi mens. Dankjewel, Hester. Dus zometeen gewoon na de dienst... Loop gewoon, deze zal ik hier vooraan neerzetten. Maar pak gewoon een paar kaartjes. En loop naar iemand en vertel hem de waarheid. Weet je, grijp die kans. En als iemand het aan jou geeft, ontvang het. Ga niet lopen, nee, dankjewel. Want weet je, het is zo mooi als andere mensen woorden over je uitspreken. Maar als je ze niet wil ontvangen, omdat je zo misschien nederig wil zijn... Dan ga je niks ontvangen. Ik wil graag afsluiten met jullie. Willen jullie gaan staan? Gaan we bidden? Dank u wel, Vader, dat als u deze mensen ziet in deze kerk... en u gaat de rijen door... Ja, dan is het net alsof je kunt horen dat u fluit. Want uw liefde... is onvoorwaardelijk.
En u ziet ons wie we daadwerkelijk zijn. En wij zijn misschien vaak gefocust op wat niet goed gaat in ons leven. Of wat wij niet goed gedaan hebben. Of wat anderen niet goed gedaan hebben. Maar u ziet ons volkomen. En Heilige Geest, ik wil uitspreken gewoon over al deze mensen vandaag en deze week. Dat ze gaan zien wie ze daadwerkelijk zijn. En dat ze de spiegel durven te pakken. Om uw waarheid over hunzelf uit te spreken. En dat spreek ik zo uit in Jezus' naam. Amen.